Lions Club Paramaribo Central heeft gisteren samen met professor Naipaul mangroveplantjes de weg naar zee geplant. Ze deed dat in het kader van de Internationale Dag voor Behoud van het mangrove-ecosysteem op 26 juli. Deze dag is door de UNESCO uitgeroepen voor de bescherming en instandhouding van dit kwetsbare ecosysteem. Dit initiatief past helemaal binnen de milieupoot van Lions International. En ook binnen het Surinaamse Lions Club Milieuprogramma. Volgens Glenn Tewari, president van de Lions Club Paramaribo Central, ondersteunt de Surface Club professor Naipaul sinds 2015 met het mangroveproject. Wij als Lions Club, een Surface Club, hebben we het initiatief genomen om samen met de gemeenschap, bevriende donateurs en onze eigen fundraisers activiteiten, de financiën daaruit voortvloeien, om die gelden in samenspraak met de professor te stoppen te investeren in dit milieuproject. En de voordelen hiervan komen de hele gemeenschap ten goede. Het is bekend dat als gevolg van het menselijk handelen de mangrovevegetatie totaal is verdwenen, vooral in het weg naar zeegebied. En het is nu niet onbekend dat in de afgelopen jaren dit gebied slachtoffer is geworden van de hoge zeespiegel van de Atlantische Oceaan, waardoor mensen ook moesten evacueren. En landbouwterreinen lopen vaak onder water als gevolg van de zeespiegelstijging en de hoge waterstand in de Atlantische Oceaan. En wij als leidingsclub zijn er mee naartoe gedaan dat dit gebied, behalve het landbouwgebied is, ook mensen heeft die hier woonachtig zijn. En als ons plicht als Lions, met als motto We Surf, komen wij vandaag in actie om samen de professor te ondersteunen. Volgens professor Sionat Naipaul, hydroloog aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, is er niet alleen ondersteuning van de Lions Club Paramaribo Central. Ook verschillende organisaties ondersteunen het behoud van het mangrovebos, zegt Naipaul. Maar het zijn projecten die aflopen. Dus wanneer je klaar bent zo'n project, dan zijn ook de resources op. En dan moet je in feite doorgaan. Dit is een ongoing project. Right? Het is, de bedoeling in feite van dit project is om een alternatief te vinden voor op de eerste plaats kustverdediging. Maar op de tweede plaats ook, en niet minder belangrijk, om de ruimte te creëren als bufferzone voor de biodiversiteit, voor de krabben, voor andere zaken die aankomend zijn. Dus met dit gedachte, met deze gedachte zijn we dus in feite bezig geweest afgelopen om te werken hieraan. En inderdaad komt, wat ik zoals zei, einde aan projecten. Dat betekent niet dat je dus in feite loslaat en iets anders gaat doen. Maar het is ook zo dat wanneer je klaar bent en mangrove geplant, dat een deel wordt overgenomen door de mangrove zelf, wat initieel je zou moeten doen. Maar wat wij moeten gaan doen verder is uitbreiden en verder doorgaan naar het oosten toe, richting Paramaribo. Professor Sionat Naipaul, hydroloog aan de Anton de Kom Universiteit. Hij sprak gisteren na het planten van enkele mangrovebomen te weg naar zee. Hij deed dat samen met Lions Club Paramaribo Central en wel in het kader van de Internationale Dag voor Behoud van het mangrove-ecosysteem.